France 1955. De Prinsesse wint van de Havre begroet in de ochtend van de 7e juli aan de kust van de Atlantische Oceaan de beste wielrenners van West-Europa. 130 coureurs uit Frankrijk, Italië, Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg en voor de eerste maal in de geschiedenis van de Tour de France een Engelse ploeg die op de ochtend van de start nog volledig op de boulevard staat. De sfeer is er weer volop. De Belgen, dit jaar met een ploeg waar de vaderlandse pers nou eens echt content mee was. De Nederlanders, zonder grote kanspaarden, maar toch beter voorbereid dan het vorig jaar toen de overwinningen uit 53 wat te veel contracten hadden gebracht. De Zwitsers, zonder Koblet en Scheer, maar met Clerici en Perdicubler. En dan de Italianen, zonder Coppi en Nanni, maar met een jonge ploeg die in de Alpen zijn kopman zal moeten vinden. En dan, natuurlijk, Louison Bobet, in de gele trui aan de start, wereldkampioen 1954. Bobet, kopman van de Franse nationale ploeg, is de grote favoriet van in- en outsiders. Tweemaal achter elkaar won hij immers al de Tour de France in 53 en in 54. En vandaag, bij de start, kan niemand grote concurrenten eigenlijk voor hem aanwijzen. Het ploegendefilé gaat beginnen. Burgemeester van Le Havre knipt het lint door. Godet geeft het teken. De ceremonie protocolair kan beginnen. En intussen hebben wij dan even de tijd om de situatie bij de start te bekijken. In België is de hoop gericht op het tactisch inzicht van Stanneke Okkers, op Raymond en Panis, op etappenwinnaar Fred de Bruyne en bij sommigen ook op Jean Brancard, die zijn jeugd mee aan de start brengt. In Nederland zijn de verwachtingen niet zo hoog gespannen, maar toch hoopt men in stilte op Wout Wachtmans. En Wim van Est telt ook nog mee, vooral nu Bordeaux-Parijs niet aan zijn spierenreserves heeft geknacht. Franse tricolores, Bobet. Robby en zijn mannen. Spanjaarden. De 42e Tour de France gaat beginnen. De motorbrigade van de Tour op het parcours. Ze zijn van start. De eerste etappe voert ons over een afstand van 102 kilometer van Le Havre naar Dieppe. En al direct in deze korte etappe laten de Nederlanders zich in de voorste gelederen zien. Voerting, Haan en Wachtmans zitten in het groepje uitlopers dat straks met voorsprong in Le Havre zal arriveren, maar ook de Belgen geven achter de présence met Fred de Bruyne en Zorgeloos. Wachtmans, nummer 50, heeft er vandaag echt zin in. Maar voor Gerrit Voerting begint de pech al op de allereerste dag. Een lekke band werpt hem uit het kopgroepje en zal in het peloton eindigen. Het grote peloton moet de cadans nog vinden en zo slagen dan 10 man, waaronder de Belgen Zorgeloos en de Bruyne en niet te vergeten Wout Wachtmans, slagen zij erin om 2 minuten voorsprong in Dieppe te arriveren. Belg Zorgeloos marcheert vandaag ook goed. En dan op de esplanade stormen de uitlopers binnen en een fanatieke eindsprint brengt zowaar een Spanjaard de eerste gele trui van de Tour, Miquel Poblet. Punt voor Caput, Zorgeloos derde, Wachtmans vierde, Fred de Bruyne zevende. En terwijl het peloton nog op de esplanade binnenkomt, deelt Yvette Horner de eerste alcoolade uit.
Maar dit betekent allerminst het einde van de eerste dag. Want daar gaan de Belgen van start voor de ploegentijdrit, waar niemand overigens zo vroeg in de koers al de bedoeling van begrijpt. Of het moest dan het kleine kapitaaltje zijn dat de bewoners van Jepperville en directeur Godet hebben betaald. Maar ja, zaken zijn nu eenmaal zaken. En die ploegentijdrit zal trouwens ook geen windeieren leggen aan de vrijbuiters van Kees Pellenaars, aan de Nederlandse ploeg. En Panis, Coureur en De Bruyne hebben de Belgische ploeg naar een behoorlijke tijd getrokken. Maar de anderen kunnen er zich aan op afstemmen en de grote sensatie zal eigenlijk pas later komen als de Franse nationale en de Nederlanders tegen elkaar op de Esplanade uitkomen. Er is dan een klein incident geweest, het incident van de gele trui. De gele trui van Louison Bobet. Daar gaat hier mee. Want het avancherie van het Franse publiek had nog geen afstand wensen te doen van Le Maillot Jaune, al was dan Miguel Poblet de officiële gele trui. En zo zien we dan twee gele truien gelijk op één dag van de Tour de France. Maar veel geluk heeft deze gele trui de Franse nationale die eerste dag niet gebracht, want tegen de verwachting en slagen de Hollanders erin door sterk rijden van Est, de beide vluchtings van Dongen en Wachtmans, om de Fransen in hun eigen specialiteit en de ploegentijdrit te verslaan. Holland is op weg naar de overwinning bij de red tegen het horloge. En aan het eind van de eerste dag gaan zij als eersten over de streep. En als eersten rijden zij hun ereronde. Met een aardig centje op zak natuurlijk van de successen die dat eerste offensief al had opgeleverd. Maar ook de Belgen waren tevreden met De Bruyne en zorgeloos onder de eerste 10. En bij de start, uit Jep rukte het Belgische escadron met hooggespannen verwachtingen op naar de gele trui. Tussen Jep en Roubaix. Zo schreven tenminste enkele voorvarige journalisten. Maar ze hadden buiten de waard gerekend. In dit geval buiten de beruchte keien van de Noord-Franse wegen. Buiten de kinderhoofdjes die ook vandaag weer vele slachtoffers zouden maken. Er kwam vrijwel geen eind aan de lange rij van klapbandjes dat tussen Jep en Roubaix in Noord-Frankrijk. De Zwitser Kübler leed ook bandbreuk. En natuurlijk kwamen daar de waterdragers bij om de bekende Zwitser behulpzaam te zijn. En Panis werd er het slachtoffer van tot 2 maal toe zelfs, 1 maal met een gebroken wiel, zodat hij voorlopig alle hoop op de gele trui in Roubaix wel kon opgeven, al brachten Adriaansen zijn couvreur en dan ook weer bij de grote groep. Ook Perdi Kübler werd weer bijgetrokken en de Zwitsers waren net bij het peloton aangeland toen in deze etappe het leven kwam. Het was bij de ravitaillering dat Jan Nolte zorg droeg voor de eerste verrassing van de dag. Jan Nolte, die zich tot de bergen zou sparen, ving er op het vlakke land tussenuit met Claude Lebeyer, Franse regionaal, in het wiel. En natuurlijk reageerden in het peloton ook anderen, onder andere de Nederlander Wachtmans, de Belg De Bruyne en de Fransman Roland van de Nationale Ploeg. Negen man op kop, Wachtmans, nummer 50, nummer 15, Fred De Bruyne, nummer 10, Antonin Roland, nummer 104, Claude Lebeyer. En Nolten is al vergeten en zal met grote achterstand aankomen. En intussen lopen de uitlopers door, zij kunnen hun slag slaan. Van het peloton, Robic pedaleert kalm en tevreden. Het peloton is ingeslapen. En op de velodrom van Roubaix brengt de spurt de beslissing. Maar nu worden de Franse regionalen wakker. Ze hebben wel geen werk gedaan aan kop, maar Lebeyer trekt nu de sprint aan voor Roland, die nog geen 5 minuten kop heeft gedaan. Roland is fris. Wordt aangetrokken en ja, Roland gaat deze etappe winnen. 2 Wachtmans, 3e De Bruyne. Antonin Roland, etappewinnaar in Roubaix. Peloton arriveerde 2 minuten later, zodat voor de eerste maal in de Tour de France, nadat het peloton over de aankomstlijn zal zijn gegaan, de gele trui overgaat naar een Nederlander. Naar Wout Wachtmans, die zich tussen 2 haakjes, net als Nolte, ook tot de bergen zou sparen. En die gele trui wou overigens maar met moeite aan. In het algemeen klassement na 2 etappes heeft Wout Wachtmans dus de leiding veroverd met de Belg De Bruyne op 58 seconden. En de eerste etappe door België met de citadel van Namen als eindpunt ligt voor de boeg.
Er is tot nu toe met getrokken zwaard gereden om minuten en seconden. Maar nu worden er klappen uitgedeeld waarvan de favorieten op de benen trillen. Gerrit Voorting heeft een lekker band. Vandaag, terwijl de zon hoog aan de hemel staat en de Tour zijn eerste brandende hittedag telt, trekt Louison Bobet al in de eerste kilometers naar Roubaix aan aanval. Bijgestaan door zijn broer Jean, door Hassan Cordair, door Robic die het gevaar voelt en zich laat vergezellen door zijn helpers Picot en Colette, maar ook door Jean Brancard, door Wout Wachtman die zijn trui verdedigt en door de Italianen Monti, Fornara en Astroa. Halverwege de etappe, bij het overschrijden van de Frans-Belgische grens, hebben de kopmannen al niet minder dan 4,5 minuut voorsprong. Het Belgische publiek is nog onwetend van de grote slag die vandaag is ontbrand, als in de mijnstreek, in de Borinage, de eerste tekenen van de komst van het grootste wielercircus van Europa, van de Tour de France, zijn waar te nemen. Uren van tevoren al staan honderden, nee duizenden langs de Belgische wegen te wachten op de dingen die gaan komen. En in het Belgische grensdorpje Jarangy is de publiciteitskaravaan van start gegaan, waarvan de kop ongeveer 1,5 uur voor de renners uitgaat. Bijna 150 voertuigen telt deze bonte stoet. 150 voertuigen die ieder op hun beurt een cacophonie van geluiden voorbrengen. Een maximum aan decibels om de aandacht op hun producten te vestigen en om er de sfeer vast goed in te brengen. In de koers maken de venijnige kinderhoofdjes van de Belgische keiwegen hun slachtoffers. Lekke banden bij de vlees. Nummer 8, Maé, nummer 10, Roland en ook de Italiaan Fornara, nummer 57, uit het leidende peloton, wordt slachtoffer. Samen met Monti trekt hij echter weer op de kopgroep terug. In Bergen, waar de stoet over het prachtige marktplein gaat voor de ravitaillering, staan de mensen ook al rijen dik. En voorlopig brengt ook hier de publiciteitscaravana de stemming vast in. Amis sportifs, bonjour. Vous voyez passer devant vous actuellement la caravane des rennes motorisées de la route. Chevrolet, Opel, Buick, Vauxhall, Pontiac, Oldsmobile et Cadillac. Toutes produites par la General Motors. De Fransen houden de moed in met Yvette Ornaille, de charmante accordioniste. Anderen delen kranten uit, miljoenen kranten tijdens de Tour, die graag handen vinden langs de wegen, overal langs de karavaan. Zoals trouwens elk cadeau wel graag handen vindt. De hitte is intussen vrijwel ondraaglijk geworden. En in de kopgroep trekt Bobet meedogenloos door. In afwachting van de uitlopers, die wij stuk voor stuk even voor u zullen laten passeren bij een deurtocht. Jean Bobet, nummer 2. Het manneke Robic, met zijn trouwe helper Tico. Hassan Cordair, de rijdende dwaas. De Italianen Astroa, Fornara. De sterke Belg Brancard. De gele trui, Wachtmans. Wereldkampioen Louison Bobet. Gemignani en tenslotte de Italiaan Monti. En dan de route naar Vailleuse. 4 man zijn ontsnapt en komen dan naar boven. Bobet voorop, Wachtman springt langs hem neer. Van Genechten en Monti, dat zijn de 4 leiders van deze etappe door België. Deze moordende etappe. En dan 3 erachteraan met Manejac, Robic en dan de eindsprint met Van Genechten voorop. Bobet naast hem. Bobet wint deze etappe voor Van Genechten met als 3e Bruno Monti, als 4e Wachtmans. Maar deze prestigeslag is duur betaald. Bobet is totaal uitgeput. En ook Wachtmans is op, als hij daar ditmaal van zijn eigen vrouw een zoen krijgt. Na deze fantastische rit nemen de Belgen de leiding in het ploegenklassement van de Fransen over. En Van Genechten en Panis en Brancard hebben zich voorlopig als kopmannen van de Belgische ploeg aangediend. Maar na zo'n slopende etappe moet het de volgende dag wel wat kalmer gaan.
Er zal de eerste dagen, de eerste 100 kilometer niets gebeuren. Zo denkt Wachtmans er ook over. Maar intussen is er aan de kop iets veranderd. Want er is één opstandige in de rennersmeute. De wilde Spanjaard Francisco Alomar. Die er alleen tussenuit trekt. Zonder de minste kans van slagen overigens. Want intussen komt het Luxemburgse land in zicht. En dan is het natuurlijk de beurt van de regionalen, van de Luxemburgers dit in het geval dus, om zich te roeren. Hitte, water, water alsjeblieft. En een uitlooppoging van nummer 63 van de Luxemburger, Willy Kemp, die Alomar heeft ingehaald. En Alomar kan nog maar nauwelijks zijn wiel houden. Ook wij naderen dan de grens. Ravitaillering in Arlon, waar het peloton met vele bekende gezichten rustig doorgaat. Rustig vanzelfsprekend na de inspanningen van de vorige dag tijdens de etappe Roubaix-Namen. Maar hier is het, 40 kilometer voor de aankomst, dat de gele trui van Wachtmans verloren zal gaan. Wij passeren nu de grens waar de douaniers met de bereidwilligheid die alle douaniers kenmerkt bij de volgers van de Tour ons laten passeren. Bijna zonder formaliteit. Antonin Roland heeft de kattenbel aangebonden. Daar gaan ze. Bertolio, Quentin, Molineris, Maé. Nummer 63, Kemp die de etappe gaat winnen. Alomar, Roland, nummer 10 en Antille. Roland is ontsnapt. En dit zal Wachtmans de gele trui kosten. Van Est en Vurting hebben een tegenaanval zien mislukken. En zo nadert daar de Luxemburger Willy Kemp op het parcours van Metz. En gaat alleen door de finish. Willy Kemp eerst. Quentin, Franse regionaal, tweede. Molineris, derde. En wat belangrijker is, voorbij heeft aan Roland de gele trui bezorgd, die Wachtmans nu dus definitief kwijt is. Wachtmans blijft echter eerste in het puntenklassement en krijgt dus nu de groene trui. Rust, eindelijk rust in Aix-les-Thermes. De voorbereiding voor de Pyreneeën. En bij alle ploegen wordt met de Pyreneeën rondom ons heen de fietsen nagekeken. Voor de Mecano's is het geen rustdag. De banden, de wielen, maar vooral de derailleurs, de versnellingen. Die krijgen nu vandaag hun grote beurt. Een auto, weet u, een auto van superklasse heeft hooguit 5 versnellingen. Maar wist u dat zo'n racefiets, die alles bij elkaar 10 kilo weegt, met zijn 10 kilo gewicht 10 versnellingen heeft? 10 versnellingen waarmee je desnoods tegen een muur zou kunnen oprijden? En voor een renner met gespannen wedstrijdzenuwen is alles belangrijk. Het zadel dat moet op een millimeter nauwkeurig gesteld zijn. En zo rusten de renners, terwijl de Mecano's zwoegen. Ploegleider Binda. En als de fietsen dan klaar zijn, dan komt de Alfa Romeo aan de beurt. Zelfs de ontsteking van ploegleider Binda moet worden gecontroleerd. De bergtoppen zijn straks in nevelen gehuld.
tussen Aix-les-Thermes en Toulouse een korte ren van 123 kilometer naar de voet van de Aspin en de Perzourde. Daar is de etappe waar de mannen van de sprint zich kunnen uitleven. Darrigade valt aan, samen met Siguenza. En die motorfietsen die maken hun het merk, naar mijn mening, wat al te gemakkelijk. Darrigade voorop. Maar deze twee mannen van het grote verzet zullen het toch niet houden. Want Van Steenbergen en Benedetti vooral in het peloton weren zich geducht. Beide, twee sprinters, de Belg en de Italiaan, die allebei vandaag hun etappe willen winnen. En zo komt voor Marseille alles weer bij elkaar. 72 renners, alle 72 renners die nog in de koers liggen, komen het stadion in Toulouse binnen. Waar de eindsprint straks de beslissing zal brengen. Alles ligt voorop. Fantini en Benedetti, de Italianen, Caput, Poblet, Van Steenbergen en ook de mannen van de groene trui, Offers en Van Est. Houden die de laatste bocht in het oog? En daar komt de sprint. Fantini trekt aan voor Benedetti, maar Rick houdt het wiel van Poblet. Rick van Steenbergen wint als een meteor. 2 Benedetti, 3 Poblet, 4 Okkers, 5 Van Est. Okkers houdt de groene trui. Van Steenbergen heeft zijn etappe gewonnen en België wint het ploegenklassement. De etappe en en passant 50.000 Belgische francs op de rekening Courant. Kaarten liggen nu op tafel. Deze Tour de France wordt in de Pyreneeën beslist. Robert heeft de gele trui, maar in de Tourmalet en op de Aubisque zullen Gaulle, Brancard en Fornara aanvallen. Voor de eerste maal verdedigt Robert de gele trui. Zijn voorsprong is klein, dus vinden we de gele trui vanaf de start in de voorste gelederen. De Spanjaard Poblet valt aan. Geen klimmer van betekenis, maar een vechtjas die in het puntenklassement een kans heeft. Daar komt Poblet nog als eerste deur, maar zijn achtervolgers op de hielen. 3 man, Bobet, Gol, Lorano. En even later 4 man op kop, Poblet, Gol, Bobet, Lorano. Poblet is ingehaald. Daarna de andere kanshebbers, de Italianen voorop. Astroa, Fornara, Coletto, maar ook Brancard, Okkers, Dalton. Voorop 4 man. De strijd tussen Bobet en Gaulle duurt voort. Lorano en Poblet zijn niet meer dan figuranten in de grote strijd tussen de geboren klimmer Gaulle en de favoriet van de Tour, Bobet. Die kost wat het kost, het wiel van Gaulle moet houden. Daar komen de achtervolgers. Astroa, Fornara, in het wiel Brancard, de sterke Belg, Geminiani, Okkers, groene trui. En dan ook Jan Malten, de enige Nederlander. Bovee, de Zwitser, en de Engelsman Robinson, de eerste Engelsman in deze film die zich het hoofd afveegt. De Pyreneeën herhalen de historie van de Alpen. Van Est en Wachtmans kunnen niet meekomen. En op de Tourmalet, 2113 meter hoog, een muzare stukje van Nico en Poblet. Hij sprint alsof het een wielerbaan is. Forceert zichzelf natuurlijk. 1 Poblet op 10 meter. Goal, tweede. Op 20 meter, Bobet.
Daarachter de Rono en Bichonnet, die in de aanval is. En dan op 2 minuten, Astrois, Blancard, Van Genechten, Gimignani. Daarachter, op 3 minuten, Maé, Coletto, de groene trui Rockers, Robinson. En als laatste zien we ook Nolten. Vermoeid al. De afdaling van de Tourmalet is gevaarlijk. In de kopgroep zijn nog altijd 4 man. Leiders, en onmiddellijk daarachter een nieuwe ontwikkeling. 2 acteurs aan het eerste plan in de aanval. Brancard en Gimignani vertrokken op de Soulard. En dan 2 man die geslagen zijn. Robinson en de favoriet Fornara. Hij is de enige niet. De Spanjaard Poblet is na zijn inspanning teruggevallen. Bichonnet kan niet meer mee nu de grote 4 elkaar te lijf gaan. Brancard en Gimignani. De aanvallers. De mensen die deze etappe zullen maken. Op de toep van de Soulard, 1445 meter, Gol en Bobet. Gol de soepele pedaleur, Bobet krampachtig, daarachter Lorono. De afdaling, en dan de 2 dapperen, Gol voorop, Bobet het wiel houdend. En dan Lorono, de Spanjaard, aan het eind van zijn krachten. Gol en Bobet. Samen op weg naar de victorie, of niet? De top van de Obisque. Nog altijd de soepele pedaaltred van de Luxemburger Gol die wint. De beste klimmer van de Tour, winnaar van de bergprijs, nu definitief. Dan Bobet, verbeten en sterk. Daarachter, op 1 minuut en 55 seconden, volgen Brancard en Gimignani, de aanvallers. Daarna, op 5 minuten, Maé, Ruiz, Nolten, Okkers en de rest van het peloton van de achterblijvers. In de afdaling van de Obisque. De afdaling van de Obisque, die duivelswerk is. Van Espin hier in het ravijn. Poblet moest hier opgeven. Buchaïs, Pijker. En dan, Fornara, die probeert iets te doen wat niet meer mogelijk is. Op kop, volgt dan de grote verrassing. Het kunststuk van Brancard en Gimignani. 4 man op kop. 4 man. Bobet. Gol, Brancard en Gimignani. Ze zijn bijgekomen. Gimignani wil er tussenuit. Brancard houdt zijn kant. En bij de arrivée is het Brancard tegen 2 man. Brancard alleen over de finish. Brancard eerste, Bobet tweede. 3 goal, 4 Gimignani. Wel, Brancard heeft de Tourmalet en de Obis overwonnen. Okkers, 5e. Definitief de groene trui. Een Belgische dag in de Pyreneeën. En de bescheiden Brancard kent zijn geluk niet. De eerste van de Italianen, Astrois, weet dat de squadra Italiana vandaag de genadeslag heeft gekregen. Maar de Belg, Brancard, is de overwinnaar. Het is een cadeautje voor mijn meisje, zegt hij. Ze is vandaag jarig. Kom voor, Roland. Als de Peugeot, de volgende achterblijvers nog in de bergen. Als paard, Peugeot, maar vooral de stekende zon... knaagt hier aan de beenspier. Maar voor Jan Tuschmidt zijn de laatste kilometers een ware zegentocht. Lucien begroet enthousiast de 24-jarige toerdebutant uit Luxemburg, die al te lang in de schaduw van Gol leefde. 1, Schmidt, Luxemburg. 2, Picot. 3, de Spanjaard Rooi. En als je eerst even je mond gespoeld hebt, ja natuurlijk, dan smaakt zo'n overwinning toen heel wat beter. 4 Morvan, 5 Hulot, de winnaar van gisteren. Spanjaard Morales is over een open gevallen in de afdaling. Het bloed kleeft hem nog in de haren. Van Genechten komt binnen met Barboza en Nolten ziet er verschrikkelijk uit. En daar het peloton met Okkers, Brancard, Gol en... de nieuwe gele trui, Adriaansen, België. Een triomf voor deze sympathieke, rustige Vlaming.
Een pleister ook op de wonden die de nederlaag van Brancard en Otter bij de Belgen moet achterlaten. Op de hotelkamer de volgende morgen neemt Léon Sonnet de benen nog wat onder handen, terwijl Robert de Smet het laatste nieuws voorleest. Silver Maas amuseert intussen in de tuin van het hotel de Belgische supporters. Vakantiegangers die hun ploeg komen bewonderen. Maar het wordt tijd voor het vertrek. De fietsen staan klaar, de verzorgingswagen wordt ingeladen. En daar komt dan uit het hotel de gele trui. De nieuwe gele trui Adriaansen. Otters, die in gedachten op de gele trui loert. Laaien, die morgen optocht geven. De Belgische ploeg gaat naar de start. Gilles Vermaas stapt in de ploegwagen. Van Luchon gaan we op weg in de laatste Pyrenee-etappe naar Toulouse. 176 kilometer met nog wat kleine Pyrenee-verrassingen. De vlag gaat uit bij de Col du Portet d'Arcet. En daar, voor de eerste maal, goal in de aanval samen met de Spanjaard Paramonte. Maar de Belgen, Van Otters, blijft patent. Hij volgt goed, Otters blijft in de slag en straks zullen we hem in het wiel van goal zien. Jan Nolten heeft veel last van zijn knie. Samen met de Groot komt hij hier langs. Op 2 minuten achterstand. Stellenaars, staande in zijn veldheerswagen, houdt een oogje in het zeil. Het zal een zware dag voor hem worden. Als een Sorbeer, aan wie de Nederlanders slechte herinneringen hebben, klimt slecht. Maar nog erger is het met Van der Pluim en Laë gesteld. Laë duwt Van der Pluim naar boven. Leo betaalt vandaag de rekening voor zijn inspanning op het vlakke land. Zien we Godet naast Priva en Poretier. Maar de beklimming wordt geleid door Goel, Duo en Bahamonte. En daar komt de Col. Goel komt als eerste door. 2 Duo. 3 Bahamonte. En daarachter Rockers, Priva en Roger Valcoviac. En 6 minuten later onze beide Hollandse achterblijvers van de Pluimelei in de afdaling. Een nieuwe nederlaag voor de klimmers. Want in de afdaling komt alles weer bij elkaar en een grote groep. Van zeker wel 60 renners gaat het op het stadion in Toulouse af. De sprint zal moeten beslissen. Daar komen de renners op het stadion binnen. Otters, Pico, De Filippi, Nino De Filippi zit daar vooraan. Otters probeert er langs te komen, het lukt hem niet. Pico tweede, Otters derde. Winnaar van de etappe, Nino De Filippi. Pico, groene trui, tweede. Wachtman, rust op. Roosting blijft bij. En de Groot komt wat op zijn verhaal. Maar het drama van de dag, Darigad. 2,5 minuut achterstand door een lekke band. En niemand die hem de helpende hand bood daar in Toulouse. De Pyreneeën zijn achter de rug. De vlakke wegen roepen weer.
En als laatste locomotief komt locomotiefrijder Daan de Groot naar voren. Het gaat een Hollandse dag worden vandaag. Wachtman zit er zin in. De Groot blaast van energie. De dolle dwaze uit een voorbij is erbij. En deel van de sluim is de vermoeidheid van gisteren glad te boven. België zit met 2 man in de slag. En in snel treinvaart gaat het door naar de ravitailleur. Na de mei worden de zakjes al op tafel gezet voor de renner. We zullen er even 1 voor u uitpakken. Met broodjes, licht verteerbaar, fruit, een drinkfles. En vergeet vooral niet een grote zak suikerklontjes, goed voor de spieren. Ellenaar zit vooraan. U ziet, hij is actief. Holland is in de aanval, grote sigaar in de mond. Je kunt zo zien wanneer Ellenaar zijn actie is. Daar komen de renners al. Wachtman komt als eerste voorbij. De grote, lange Daan de Groot en de hele groep uitlopers zwiert hier langs. Allemaal, wacht nog even. De renner is gevallen. Elena is gevallen en we manoeuvreren om hem heen. Er valt over nog wel mee. De bezemwagen, de gendarmerie. En daar gaan de wagens van de ploegleiders al. Ellenaars voorop. Ellenaars heeft haast op weg naar Montpellier. In het peloton verdedigt Adriaansen, nummer 21, zelf zijn gele trui. Want op top trekt de Groot, Daan de Groot, er zo ongenadig hard aan, dat we al bijna een vol uur op het schema van Godet voor zijn, alle zon en alle hitte ten pijn. Een gemiddelde van 42, 43 kilometer per uur wordt hier gedraaid. Na 150 kilometer had de groep 13 minuten voorsprong. En het werden er 15, het werden er 16 en 17. En nu, op dit ogenblik, staat de gele trui op het spel. Maar in de sprint, daar wil het weer niet lukken. Aan de rechterkant komt de kopgroep aan. En dit is weer die Dekselse Hassen Verder die de Nederlandse ploeg wegzit. 1 Hassen Verder, 2 de Groot, 3 Wachtman. En het duurt wel 17 minuten voor het peloton in een geslaagd gangetje Montpellier binnenkomt. Intussen is Hassen Verder naar huur gehinderd. Zijn 3e etappe heeft hij hier gewonnen. Maar de beste man van de etappe was onbetwist de Groot. Daan de Groot. Het peloton sprint er nog even om. De La Wintersprint voor Barricade en op. Wachtman. Wout Wachtman, 2e in het algemeen klassement, op 1 minuut 13 seconden van Adriaansen. Holland wint vandaag het klassement, en is een goede 2e achter de Belgen. En nu, secretaire-generaal Carnot, alors, c'est la route, il y a encore un coureur, monsieur. Het humeur van Carnot is als gewoonlijk. De mensen beseffen niet wat een ernst hier op het spel staat, dat de Tour de France moet voorbij komen. En er is nog één renner die nog niet gepasseerd is. Die is die ene renner, de Hollander Hinten, met de bezemwagen achter zich. Het zal zijn laatste dag in de Tour de France worden. De mannen van L'Espoir uit Brussel kijken in het koffiedik. Wie kan ze niet hebben rijden in deze Tour? Want iedere dag worden alle wijze woorden van alle erkende experts weer tot schaamte en schande gezet. Ook in Montpellier, het beeld van iedere dag, waar de Tour de France doorkomt, is er een volksfeest. Montpellier, Aix-en-Provence. De laatste etappe voor de tweede rustdag. En het programma voor vandaag vermeldt Holland-België. Voorlopig gaat Adriaansen voorop. Een gewaarschuwd man telt voor 2. Een wonderlijk landschap hier in de Cévennes, met grillige krijtrotsen en brokkelende steenhellingen.
kilometer na kilometer blijft de situatie ongewijs. En zelfs na 100 kilometer is er nog niets gebeurd om over naar huis te krijgen. Maar Wachtman kijkt naar de camera. Nu gaat er wat gebeuren. Een kleine kou, de Lafayette, 184 meter hoog. Daar wordt het slagveld. Een paar Fransen maken zich los. Nolte, Vluchting, Van der Pluim trekken Wachtman vooruit. Op weg naar de gele trui. Aankomt de Aix-en-Provence. De sprint interesseert ons niet. Thomas wint de sprint, Forestier, maar de vier Hollanders zijn binnengekomen. Wachtman zat in de groep. De winnaar van de etappe. En daar 9 minuten later het peloton met Adriaan. Wout Wachtman kan hier in Aix-en-Provence de gele trui aantrekken. En Pellenaar straalt van geluk. De Nederlandse stormtroepen hebben na een offensief van 2 dagen hun zin gekregen. Wout heeft de trui en Gerrit Vluchting is derde in het algemeen klassement. De goede ploeggeest werpt zijn vruchten af. Een verdiende ereronde voor Wout Wachtman. Maar de volgende morgen in Aix-en-Provence is het Belgische legioen best tevreden. Eerste plaats in het landenklassement en Jean Brancard die zich in de Alpen hoopt te revancheren. Fred de Bruyne schrijft naar huis. Ik heb zo het idee dat hij ondertussen ook nog even de etappe-overwinningen turft. En dan Robert de Smet. Die aan Brancard de steenpuisten demonstreert. En de warm waterzak die ze uit moet voeren. Bij de Hollanders krijgt de locomotief van Wachtman nog eens een extra beurt. Want de pellen is serieus, maar ze komen Alpen aan de beurt. En omdat de Nederlandse ploeg nog maar 6 man telt, wil de pel zelf ook nog wel eens op de fiets klimmen. Met al zijn krakende botten. Ik geloof met alle respect dat die zo waar haalt hij niet. Dit is alleen maar goed voor de bezemwagen. Kwart over 8, de rustdag is geweest, vertrek naar Gap. 203 kilometer in het deurportaal van de Alpen, door het Hulsterland van de Vaucluse en het dal van de Rhône. We moeten nog even wennen aan Wachtmans in die gele trui. Zoveel mogelijk blijft hij in de buurt van Loredi en Ockers. En al na 20 kilometer is het vandaag raak. 8 man ontsnappen, waaronder Van Genachten en Jan Molten. Maar het peloton reageert fel. Deze voorsprong krijgen de uitlopers voorlopig niet. 1 minuut ongeveer. Maar ze zetten door, daar passeren ze. Bassi, de Italiaan, Jan Molten, Franse Tricolore. En wat later, in de klim naar de Col de Sentinelle, als de voorsprong gegroeid is tot 5, 6, 7 minuten, leidt daar de Belg Van Genachten. Na de arrivée, de Fransman Forestier, komt daar de sprint voor Bassi Barboza, die hier van Genachten. Forestier. En daar komt dan het peloton. Voor Nederland blijft de tweede trui behouden, voor België de eerste plaats in het ploegenklassement. De beslissing van de Tour nadert. De Alpen. Van Gap naar Turijn. Isoir, Mont de Genève, Col de Sestrière. De Alpenreuzen toren en al voor het wegsnellende peloton. Op weg naar Isoir. Jan Olsen heeft al pech. De gele trui van Nederland zal het zonder Jan Nolten in de verdediging moeten doen. Landschap verandert. Nietige coureurs in een machtig natuurdecor.
Steeds hoger gaat het. De wegen worden slechter. Gevreesde steenslag komt. De angst voor alle publiek. Maar weer, net als in de Pyreneeën, schittert hier de Franse regionaal Valentin Hulot. Alleen gaat hij op kop langs gapende afgronden. Het peloton wordt geleid door de Belgen, Wachtmans en de Groot in het wiel van Alken. De ontdekking van de Tour voelt zich op zijn gemak. Fantini gaat niet al te best naar boven. Sneeuw. Sneeuw midden in de maand juli. En Jan Adriaansen, die de bergen hier nog nooit gezien heeft, hij klimt alsof hij een routine heeft. Valkoviak. Het groen van bomen en planten wordt armer. Kale, grillige rotsblokken beheersen hier het landschap. En er hangt een stilte die angstig aandoet, die beklemt. Een mens voelt zich hier klein en nietig. De Tour de France erbij. Zich naar boven. Nog 2 kilometer tot de top. ...2000 meter... die voor iedere renner een eeuwigheid zijn. Valkoviak, Okker, Bamont is op korte afstand. En eindelijk op 1834 meter de top van l'Isoir. En die passeert als eerste Valentin Houet, de Franse regionaal. Altijd ligt uw oor kop. Maar een nieuwe figuur heeft alle aandacht. Charlie Gaulle. Gaulle die alle teleurstelling van 2 of 3 weken op eigen grond in de Alpen wil revancheren. De Tour passeert de Italiaanse grens. Nog altijd uw oor kop. Maar zijn rijk is uit. Want Gaulle achtervolgt. Le Roi Mort, vive le Roi. Voor Jan Nolten is de strijd gestreden. Bamontes, de Filippis, Oscars en Valkoviak komen voorbij. Op 1,5 minuut. En dan de derde en laatste berg. De Col du Sestriere in het verschiet. Tot op de bodem van zijn krachten. Nog 2067 meter. De laatste, definitieve aanval van Gaulle gaat beginnen. Tegen zijn lichte tred heeft niemand een antwoord. Gaulle gaat alleen naar boven.
Zelfs Hugo kan daar niet tegenop. In de achterhoede heeft Purving zijn derde plaats al lang verloren. Maar hele trouwe wachtman is nog altijd in de strijd. Met Okker, Baarman, Tess, de Filippi, Valkoviak en Leo van der Pluim zit hij nog prachtig geplaatst achter Charlie Gord. Het drama van de Tour. Jan Noten op de grens van zijn kunst. Door pech achtervolgd kan hij bijna niet meer naar boven. Zelfs deze band irriteert hem nog, hij gooit hem bij ons in de wacht. Van gemerkten leidt water. Water om te drinken, water om de zon te strijden. Maar voor Gorl is deze klim nog te kort. 2000 meter is nog te weinig, want hier in de Alpen is zijn terrein. In Testrière heeft de koning van de Alpen een kroon erop. Alleen passeert hij de Col de Testrière met meer dan 4 minuten voorsprong. Daarachter, Okker, de Filippi, Wachtman, Van der Pluim en Valkoviak. We zijn in Italië. En toch hebben de klimmers verloren. In de afdaling komen 13 man weer bij elkaar en zelfs Gol kan het niet houden. In Pinerolo komen er 13 man bij en 14 man in één groot peloton gaan in deze Alpenetappe op de finish af. Stadio Comunale in terrein. Het razen door het delirium van 60.000 enthousiaste Italianen springt Nino de Filippi naar voren. Tegen deze macht is niet gewassen. Bovaar en Okker op de tweede en derde plaats. De Filippi, Bovaar, Okker gaan ze de bocht door. Maar Okker probeert te passeren. Het is een nek aan nek strijd om de tweede plaats. Wie zal dat winnen? Bovaar nog altijd voor. Nee, op het beslissende ogenblik is het Okker die de tweede plaats met een bom dicht te boven. 1, de Filippi. De eer van Italië is gered. 2 Okker, 3 Bovaar. En Wachtman nog altijd in de gele trap. De laatste en laatste beproeving. Turijn, Grenoble, Montigny, Col du Croix de Fer, Brutel. Baamonte, gewend aan hitte en zon, is de eerste die wegspringt. Van Genechten gaat mee. Prachtig en soepel klimt de Spanjaard naar boven. 47 seconden heeft hij al genomen. Maar man zet 1 en daarachter met oerkracht naar boven stampen van Genechten. Door de herstelbochten kruipen we verder naar boven op de Montigny. Nog altijd Baamontes op kop. De Franse grens wordt gepasseerd. De Tour de France is weer thuis. Nog eenmaal in de afdaling vinden de Hollanders de kracht terug om terug te komen in de kopgroep. In een levensgevaarlijke afdaling komen Wachtmans en Jan Noten weer bij. In Saint-Jean-de-Maurienne vinden we
en weer terug in de kopgroep. Maar nu valt de beslissing in de toer. De zon brandt, de benen weigeren diep. De col du Croix de Fer. Wachtmans is leeg. De mond hangt open. De adem wil niet meer mee. Water! Water! Water voor de gele trui. De gele trui gaat verloren. Ze zwoegen en stampen naar boven. Ook aan de kop. Het biljet heeft meer dan 4 minuten genomen op Wachtman. De gele trui is binnen zijn bereik. Col de la Croix de Fer. Natuur schoon, maar menselijk lijden tot het uiterste. Nolten. Nolten kan ook haast niet meer. Hij kan voortdurend niet Wachtman blijven trekken. Wereldkampioen Okkers is nog fris. Hij achtervolgt Goy. Charlie Goy, die alleen is ontsnapt in deze etappe naar Grenoble om de Alpen voor zich op te eisen, zoals ook het vorig jaar. Zijn achterstand is niet groot. Okkers maalt door. Maar voor Goy is er op dit ogenblik geen terughouding meer. Grenoble is in zicht. Goy wil alleen eindigen. Alleen in Grenoble over de eindstreep gaan. En daar komt hij aan onder luid gejuich van de toeschouwers. 1 Charlie Goy. 4 minuten 40 seconden op Okkers. En dan pas 7 minuten later neemt hij niet Bahamante en Valkovia. Roger Valkovia. De opvolger van Wachtman in de gele trui. Voor Holland is de droom uit. Wachtman heeft een Waterloo gevonden. Van Grenoble naar Saint-Étienne. Door de uitlopers van de Alpen. De Tour is beslist. De krachten zijn uitgeput. Het is uit. Te veel. De eerste uren zijn dan ook saai en vervelend. En het is Goy die de bergprijs wint, die voor het eerst leven in deze koers kan. Okkers, die zonder enige twijfel nu de sterkste man van de koers is, laat zich niet onbetijd. Goy en Bahamante zijn klaar, maar Stan Okkers knapt het nu alleen om. Bij de arrivée, Okkers alleen over de streep. Dat bewijst meer hoe de grootste rekenaar aller tijden zich verrekend heeft toen hij tot Bordeaux zijn gezicht niet voor het venster durfde te vertonen. Goy, 3 Janssen, 4 Bahamante. In het landenklassement heeft België bijna een vol uur voorsprong genomen. De Tour is gestreden. Fornara, de grootste teleurstelling van de Italianen. En Nino De Filippi, de nieuwe hoop voor de toekomst van Binda. Okkers, het grote vraagteken van de Tour. De sterkste man, zonder twijfel. Maar die zich vergiste en ook nu nog altijd zijn eigen koers zet. Gele trui, Valkoviak. Wachtman, het slachtoffer van de gele trui, die je beter nooit had kunnen dragen.
En dan bij de Belgen het slachtoffer Adriaansen, derde in de Tour, die eigenlijk nooit vervolg is genomen. En dan Charlie Goy. Voor hem is de teleurstelling in deze Tour de France wel het groot. Hij is de grootste verliezer van deze Tour. De algemene posities blijven onveranderd. En de overwinning, ach, het is bijna niemand die dit nog verder interesseert. Het dient alleen eigenlijk voor de statistiek. Bovair, de Spanjaard, wint de tijdrit. Van Lyon naar Montluçon. De voorlaatste etappe voor een uitgebluste rennersmeute. Alleen een dwaas zou het op een snikhete dag als vandaag nog aandurven alleen te vluchten. Maar nu dat klopt precies. Roger Assin-Cordair wint vandaag in Montluçon. Ik hoop alleen dat u het ons niet kwalijk neemt dat we hem niet verder volgen, maar de strijdlust in de Tour is geblust. En met het koude water, dat de eerste wens is van iedere renner, het water en Parijs. Parijs, het einddoel van de laatste etappe. In gesloten formatie komt het peloton door. De laatste botsing van de Tour. Een Franse tricolore in botsing met een motorrijder volgen. Het is nogal ernstig. Dokter Dumas komt eraan te pas. De ambulance van Astro. Deze ongelukkige volger die in de laatste etappe vlak voor Parijs nog in de ambulance moet. We volgen hem nog even. Vertrekt niet langer op de motorfiets. Voor hem is gereserveerd de goede zorgen van Astro. Parijs komt in zicht. Charlie Goy, de koning der buiten, met de verrassing Hugo. Cornara, de desillusie van de Italianen. De Filippi, de nieuwe hoop. Ockers, de groene trui, het puntenklassement. Valcourt, meer verwonderd zelf dan wie ook. Bovin, nummer 2, het was nu eigenlijk, geloof ik, hetzelfde wel geld. Niet zo. En dan bij de Belgen, Adriaansen, de derde, die misschien eerste had kunnen zijn. De laatste kilometer. Mancini in de autopover. Mancini, Mirando, de Smet en Lebey. Nog 20 kilometer tot Parijs. Directeur Godet kan tevreden zijn. Het was een tour van de kleine luik. Maar de spanning, de onverwachte dingen die iedere dag de koers veranderden, die hebben de massa gewonnen. Zonder kampioenissimi heeft heel West-Europa genoten. En Parijs wacht niet op een kampioen. Parijs wacht een karavaan. Vier man in het Parc des Princes. Alleen zelfs nog de etappe overwinnen. Mancini. Mancini wint de laatste etappe van deze Tour de France. En dan is de spanning weg. Valcourt gaat op de schouder. Le petit gentil Roger. De man met l'énergie die schrijft, zoals de kranten schrijven. Zoiets als de kleine man met de 100.000 in de zin. En de paleis, de gevreesde bezem, ligt achterloos in het stad. Uitgeputte Hollanders zitten op een bankje in het Parc des Princes. Pellenaerts doet nooit meer mee. Ockers, het had zo anders kunnen zijn. Zo voor Beek. Maar de Vermaas is tevreden. De Belgen gaan naar huis met een kapitaal in de zak.
als winnaars in de landen plaatsen. En dan tot slot de ereronden in het Parc des Princes. We zijn hier van Tour de France. Als een paardenlap lijkt op een château de Lille. Het woord is nu aan de expert. De Belgen. Expert, de mannen die het hele Tour niet hebben gewild. Italianen, tweede in de landen passeren. Tot slot, de Hollanders. Voor ons was deze Tour voor de eerste maal na de oorlog sport. Sport van de eerste rang en klasse.